bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een boodschappenshoplog van de Albert Heijn. We hebben vakantie, dus als je dingen op de achtergrond hoort, dat is sterren. Ik kan gewoon lopen, schatje. Die probeert nou heel zachtjes naar binnen te komen. Maar ja, het is vakantie. Rij is ook gewoon lekker thuis. En de boodschappen zijn net 2 minuten binnen. Ik dacht, ik ga het weer uitpakken en aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Nou, de boodschappen zijn net zo binnengebracht. Ik heb 2 kratjes. Nou, het zit wel allemaal in de zakjes en zo. De vorige video had ik een reactie gekregen dat komt de verschillende zakjes, omdat het bij verschillende distributiecentrums of zoiets de producten vandaan komen. En dat ze daarom in het tasje zitten. Dat weet ik verder ook niet. Maar ik ga het weer per sectie doen. Of nou ja, zoals ik elke keer doe. En jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb de eerste tasjes uitgepakt. Als eerste heb ik gewoon brood weer gekocht. Dus volgens mij maïsbrood, ja. Ik was de bolletjes een beetje zat. Ik denk, ja, dit is een betere optie, denk ik. En maïsbrood vind ik zelf heel erg lekker. Van Kroki weer een zakje frietjeschips. Die vindt Roy heel erg lekker. En Sterre ook wel. Dus die komt ook wel weer op. Een halverine smeerboter. Ja, ik haal dat één keer in de zoveel maanden. Wij doen echt super lang met zo'n kuipje. Maar die andere die was echt doorvervanging. Dus een nieuwe. De bekende borrelkool uit pot van Hak. Ja, daar hoef ik ook niet meer uit te leggen. Dat heb ik de andere weken ook al een beetje verteld hoe en wat. Ik heb weer lekker een stuk verse biologische gember voor de thee. Heerlijk. Mijn andere stukje is echt nog maar zo klein van vorige week. Dus die kan ik straks opmaken en weer een beetje van deze erbij doen. Van het Albert Heijn huismerk Blanke Fla. Ook voor Sterrenrooi. Ik vind het allemaal niet lekker, dus voor hun. Voor mezelf heb ik 2 keer Campina milde kwark. Dat was 2 voor 3 euro. Of 2 voor 2 euro. Dat was een actie. Ik dacht, dan neem ik 10. Want normaal neem ik dan het huismerk. Maar dit was dan goedkoper. Dat zijn best wel flinke bakken. Dus als ontbijt. En dan heb ik de emmertje stracciatella yoghurt weer voor Sterren. Ja, ze zat er nou alweer op te wachten, net zoals vorige week. Dus ik ga deze aan haar geven, zodat ze dat lekker kan eten als ontbijt. Plakken kaas, jong belegen, 48 plus, als beleg of tosti of wat dan ook. En een zak hutspot van 1 kilo. Blijkbaar heb ik niet echt opgelet met bestellen aan. Ja, een halve kilo was gewoon meer dan voldoende geweest. Dus ik denk dat ik dit straks even ga verpakken. En de helft in de vriezer gaan doen. Want dit eten wij nooit op. Want ja, het is een beetje een grote zak voor ons. En de volgende lading. Zakdoekjes. We gebruiken nu steeds wc-papier en zo. Ik dacht dat is ook wel handig om in huis te hebben. Romige spinazie à la crème voor in de diepvries. Ja, dat eten we van de week een keer of volgende week. Dan heb ik dat vast in huis. Voor Roy heb ik de ovenfrikandellen weer meegenomen. Ja. Dat vindt hij gewoon lekker. En ik dacht, als hij dat een keer eet of wat dan ook. Sterren en ik vinden dit wel lekker. Dat zijn mini groenteloempiaatjes. Zitten er 15 in. Deze heb ik nog nooit op. Maar ik had deze als tip gekregen. Dus dacht, nou, kunnen we het proberen. Een rol beschuit. Dit vindt Roy ook lekker, vooral met de kaas. En Sterren en ik met de hagelslag. Dus dacht, dat is ook altijd wel handig weer om in huis te hebben. Paprika's voor door het warm eten. Of gewoon lekker om in stukken te snijden en te snacken. Ik ben van mijn geloof afgestapt volgens mij, want ik koop steeds zakjes aardappels die al geschild zijn, zeg maar. Maar ik dacht, deze was in de aanbieding, dat was 3 euro nog wat voor 5 kilo. Ik dacht, weet je, dit is een stuk goedkoper, dan ga ik maar schillen. Ik heb nou toch vakantie en ja, weet je, het is wat rustiger nu op mijn werk. Dus ik dacht, 5 kilo aardappels, daar kunnen we echt heel lang mee doen. En dan een doosje blije kip eieren, 10 stuks. Dus ze zijn wel wat duurder natuurlijk, maar ja... Ik probeer toch mijn steentje bij te dragen. Dus 4 Pink Lady appeltjes. Sterre heeft liever de Granny Smith. Maar Sterre gaat naar haar vader dit weekend. Zo, en dan liggen ze toch op de fruitschaal. En ik vind deze lekker. Dus ik dacht, doe nu deze. En doe volgende week alweer de Granny Smith appeltjes. En voor Roy zijn favoriete custard cakejes. Die vinden we ook lekker. Maar voor 's avonds bij de koffie. Laatste deel. 6 rollen extra zacht wc-papier. Allesreiniger met eucalyptus. Ik vind deze heel erg lekker ruiken. En met de fles kunnen we even vooruit. Een rookworst voor bij de boerenkool. En een stuk voor bij de hutspot. Want Roy is de enige die dit eet. Dus kan hij er mooi 2 keer mee doen. Een pot topert en worteltjes. Gewoon, dat is altijd handig om zoiets in huis te hebben. Voor een makkelijke maaltijd. 3 keer hondenvoer. En ik weet zeker eigenlijk dat ik 4 heb besteld. Dus ik ga dat zo even controleren. Want ja, met 3 bakken kom ik niet heel erg ver.
Dus dat ga ik zo even controleren op de bon. Of dat er iets niet leverbaar was. Of dat ik zelf iets verkeerd heb gedaan. Dat kan ook. Een pak koffiemelk. Gewoon Albert Heijn Basic Merk. En ook van Albert Heijn een hazelnootpasta en een hagelslagmix. Het broodbeleggen tot de broodbeleg was de tweede 25% of 40% korting. En omdat volgende week school weer beginnen, zo heb ik dat maar weer vast in huis. Een komkommer om te snacken. Vaatwastabletten, de all-in-one. Met oplosbare folie. Ik ken deze nog niet. Ik weet niet of ze goed zijn. Normaal hebben we van een Jumbo huismerk. Maar ik dacht, het zal vast wel dezelfde zijn. Alleen ander doosje, ander merkje. Maar die. Dan heb ik twee flessen grote cola light van het Albert Heijn huismerk. Deze zijn voor Roy. Heb ik vorige week ook uitgelegd. En ik heb weer twee zero cola Coca-Cola. Sauvignon Coca-Cola zero voor mezelf. Uiteindelijk drinkt iedereen dit hoor. Maar het is een beetje zo van eerst dit, dan dit. Ik heb nog van vorige week staan. Dus ik heb er heel netjes ingehouden met die fles. En nou, daar heb ik weer een voorraadje. Dus ik ga dit ook weer opruimen. En dan ga ik zo het totaal even vertellen. Ik heb net even de bon nagekeken. Het waren wel drie bakjes zonder woord. Blijkbaar heb ik dat online zelf verkeerd gedaan. En toen zag ik een wienersnietsel opstaan. En vegetarische gehaktballetjes. Ik denk, waar zijn die dan? Maar blijkbaar had ik een tasje op de grond ingezet waar dat nog in zat. Dus ik heb ook nog de wienersnietsel. Een verpakking voor Roy. En voor Sterre en mij. Daar is ze heel blij mee. Dat weet ik nu al. De vegetarische gehaktballetjes. Gewoon van het Albert Heijn Basic Merk. Dus dit waren wel nu alle boodschappen. Dan ga ik ook gelijk even de bon erbij pakken. Voor dit alles moest ik €66,90 betalen. Maar daar zaten de kratjes van dit keer bij. En ik had er nog twee van de vorige keer. Dat 4 euro statiegeld per kratje. Dus dat ging 8 euro af. En ik had nog een aantal flessen limonade die terug moest. Dus ook statiegeld. Dus ik moest pinnen. Even kijken. €57,85. Dus ja, dat vind ik echt heel erg meevallen. En qua vlees is dit natuurlijk niet genoeg. Maar ik heb nog heel veel dingen in de vriezer liggen. En zo komen we de week wel weer door eigenlijk. Veel groenten, veel fruit en zo. Want ik had ook nog wat dingetjes gehaald op de markt. Dus dat ligt ook nog op de schaal. Dus het valt mee. €57 voor de komende week van Albert Heijn. Ik ben er blij mee. Mochten jullie nog andere leuke, lekkere of fijne aanraders hebben van Albert Heijn. Laat het hieronder even weten. Ik hoorde wat voorbij komen. Ik dacht, hey. Laat het even weten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken alvast. Mocht je nou denken dat dit kanaal alleen maar is met boodschappenshopvlogs. Nee. Ik ga natuurlijk ook andere video's filmen. Maar nu vanwege de vakantie ben ik gewoon minder bezig met Pinkit. En met mijn werk. En lekker met Sterren. Gewoon leuke dingen doen. Dus vandaar dat komt volgende week weer. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende video. Doeg allemaal.